Cultuur in actie. Ik voer voor mijn gevoel prachtige gesprekken met verschillende kunstenaars. Mensen die actief zijn in de kunst- en cultuursector. Om die prachtige sector een hart onder de riem te steken. En met z'n allen zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Om in ieder geval een statement te maken. Aan tafel heb ik Mohammed Al-Asmi. Al-Samna. Al-Samna. Mohammed Al-Samna. Mohammed Al-Samna. En Roelof Witting. Beide welkom. Roelof, u bent van Catching Cultures Orchestra. Ja. Wat is dat precies? Dat is een orkest waarin mensen uit andere landen die hier naar Nederland zijn gekomen, met name vluchtelingen uit Syrië, Afrikaanse landen, hun muziek inbrengen en dat combineren met muziek van mensen die hier zijn opgegroeid in een westerse blaastraditie. Dus iedereen die neemt zijn muzikale tradities, zijn capaciteiten mee en dat is de bron om samen daar nieuwe muziek van te gaan maken. Uit allerlei verschillende culturen. Ja. Dus heeft u dan heel veel gereisd ook in uw leven? Ik heb in mijn leven wel heel veel gereisd, maar niet per se in de muziek. Maar En welke muzikale reis heeft u zeg maar echt geïnspireerd, waarvan u dacht, nou, dit is zo'n mooie cultuur, hier moet ik iets mee? Nee, kijk, het is anders gegaan. In 5 jaar geleden, toen grote vluchtelingenstromen kwamen, Mohammed was daar een van de mensen van. Zij nemen natuurlijk hun muziek mee. En op het AZC gingen zij ook muziek maken. Begeleid door Stichting De Vrolijkheid. En wij zijn met een Utrechts blaasorkest, De Tegenwind, hun gaan opzoeken. En zij hadden inmiddels de band zonder verblijfsvergunning opgericht. En dat hebben we gecombineerd tot Catching Cultures Orchestra. Want Mohammed, jij komt oorspronkelijk uit Syrië, maar bent geboren in Palestina. Nee, ik kom uit Palestina, maar ik geboren in Syrië. Ja, sorry. Dus, ja. En je bent uiteindelijk vanuit Syrië gevlucht en in Nederland terechtgekomen. Ja, klopt, ja. En hoe lang is dat geleden? Bijna 5 jaar, ja. 5 jaar. En hoe waren die eerste jaren in Nederland? Hoe was het in Nederland in het begin? Ja, het begin echt moeilijk, ja, voor muzikanten, ja. Ja, muzikanten moeten altijd muziek maken en spelen. Ja. Want als je vlucht uit een land en je komt in een AZC terecht, het is een hele stressvolle situatie. Ja. Ik heb er ook programma's gemaakt. Hè. Ik ben vaak in AZC's geweest. Ja. Ik vind het heel bijzonder dat jij al vrij snel door bent gegaan met muziek maken. Ondanks de situatie waarin je zat en ondanks alles wat je hebt meegemaakt. Waarom was op dat moment juist muziek zo belangrijk voor jou? Ja. Ik heb muziek gestudeerd en ik vind mijn muziek zoals werk in Syrië. Maar muziek. Dus je was in Syrië al muzikant? Ja, muzikant, ja. Ja. En daar wilde lesgeven, ja. En daar wilde je echt mee doorgaan? Ja. Ondanks alles, ik ben muzikant en ik ga daarmee door. Ja. En waarom dacht u, deze mensen moet ik ondersteunen, hier moet ik iets mee gaan doen? Nou, omdat het ontzettend leuk is om samen met hen muziek te maken. Het is voor ons ook een enorme verrijking. Speelstijlen zijn heel anders, andere ritmes. De kwartonen, dat is voor ons heel lastig om te doen. Maar het is allemaal zo interessant om hun muziek, om daarvan te leren. Tegelijkertijd merken wij dat zij het interessant vinden om te leren van ons. En dat levert dan eigenlijk, denk ik wederzijds, maar dat moet jij zelf beamen, een enorme verrijking op. En we hebben ontzettend veel plezier en we luisteren goed naar elkaar en we leggen het uit. En we leren elkaar dus ook op deze manier veel beter kennen. Dus we zijn eigenlijk een soort community geworden van muzikanten die veel plezier met elkaar hebben. En wat u dus doet, hè? U combineert Arabische, Afrikaanse muziek met westerse blaastradities. Ja, ja, klopt. Dat klinkt als een hele mooie ingrediënten. Hè? Ja. Maar wat levert dat op? Wat is de muzikale chemische reactie? Ja, dat is zo moeilijk uit te drukken. Dat moet je eigenlijk zien. Ik wil uw gevoel horen. Dat moet je dus eigenlijk horen. Nou, het is de manier waarop Mohammed bijvoorbeeld zingt, dat ontroert me meteen. Dat is echt heel, heel gevoelig. Je gaat daar meteen in zitten. En wat ook zo interessant is dat vaak nummers heel rustig beginnen. Dan krijgt de oetspeler en bijvoorbeeld een nijspeler krijgt even de ruimte. En op een gegeven moment dan komt de dabuka erbij.
En we hebben fantastische spelers in ons orkest, hoor. Ja. En dan gaat het ritme lopen. En als je dan ook publiek erbij hebt, we hebben onze eigen festivals en we vragen mensen uit AZC, we stellen bussen ook ter beschikking om samen naar Tivoli-Vredenburg te komen. En dan richten we daar een mooi festival aan. En je ziet dat het meteen losgaat. Op het moment dat zij losgaat, gaat het publiek los. Nou, en dat is de mooiste manier om muziek te maken, denk ik. Ja, en los van dat wat ik dus moet horen, hè, want daar heeft u gelijk. Ik wil ook zo snel mogelijk iets horen. Ja. Maar los daarvan heeft u volgens mij ook een maatschappelijke functie. Want dit is volgens mij de beste manier om mensen te verbinden. Ja. En om die verschillende culturen kennis met elkaar te laten maken. Dus de sociale cohesie die dit voortbrengt, is natuurlijk ook prachtig. Ja, dat is, vinden wij zelf ook, ontzettend belangrijk. En daarom gaan we ook de wijken in Utrecht. Om ook te kijken wat speelt daar zich allemaal af. En daar wordt ook muziek gemaakt in allerlei gemeenschappen. En daar samen met onze orkestleden gaan we ook kijken hoe we hun kunnen uitdagen van ga ook eens luisteren naar anderen. Zou daar niet samen ook iets moois van te maken zijn? En we doen dat allemaal nadrukkelijk op basis van gelijkwaardigheid. Ja. De ene muziektraditie staat niet boven de andere. De ene heeft niet, zeg maar, meer. Er is geen hiërarchie. Er is geen enkele hiërarchie. Nee, iedereen is gelijk. Wij doen dit uit volstrekte gelijkwaardigheid. En natuurlijk met de debatten die we deze week ook hebben. Denk ik daar ook wel vaak aan. Van, en ik vind het ook bijzonder, want u bent sowieso een hele bevlogen, gepassioneerde man. Hè? En u bent gepensioneerd. Ja. En ondanks dat u uw hele leven keihard hebt gewerkt, steekt u nu alle tijd en energie in dit prachtige orkestra. Ja, maar dat is ook een enorm voorrecht. Ik uit mijn waardering in ieder geval aan u. Dank u wel. En natuurlijk ook aan jou. En ja, ik ben vooral heel benieuwd naar wat jullie zometeen voor ons gaan spelen. Ja. Namens hoeveel mensen gaan jullie tekenen? 280. 280 mensen? Ja, nou. Want we hebben een orkest van ongeveer 25 mensen. Ja. We hebben ook een community opgericht. Ja, doen we ongeveer online? Ja. Ja. Daar doen ongeveer 200 mensen aan deel. En waar vinden we die community? Dat is op Facebook, Catching Cultures Orchestra Community. Catching Cultures Orchestra Community. Ja, ja. En we hebben een heleboel partners, dus ik vind dat ik wel mag zeggen 280. Absoluut, jullie gaan voor ons spelen. Allereerst wil ik jullie vragen om namens die 280 mensen te gaan tekenen. Ja. Terwijl jullie dat aan het doen zijn, lees ik wat online reacties voor. Ja. En daarna zou ik het heel leuk vinden als jullie voor ons gaan optreden. Mooi. Ja, okay. Roelof en Mohammed, dank je wel. Dank je wel voor jullie komst. Dankjewel. Super. Dankjewel. Heel fijn. Nou, zoals. Dank je wel. En applaus. En zoals beloofd, dus een aantal reacties van mensen die online reageren op deze live uitzending. Waaronder Bob de Bruin, die zegt cultuur verdient alle steun. Marcus, ik wil cultuur. Sitske, die zegt ik claim graag mijn digitale plekje op het Malieveld. Wat wij natuurlijk ook heel erg waarderen. Jet B zegt met ouders in de theaterwereld is cultuur er met de paplepel ingegoten. Zo belangrijk om dat te behouden, een cultuur voor iedereen beschikbaar te maken. Ik wil eigenlijk gaan luisteren naar dit prachtige orkestra, maar nog één reactie dan. Namelijk van Sandra. Ik vecht voor cultuur, waaronder de schoolvoorstellingen. Zo belangrijk voor de kinderen. Roelof Wittink en Mohammed El Asma. Asamna. Thank you.
اسالي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا انا لا حبيب وحبيبي الي انا لا حبيبي وحبيبي الي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لا حبيبي وحبيبي إلي حبيبي لداني الشتيرة رجعت اليمن زهر التفاح حبيبي لداني الشتيرة رجعت اليمن زهر التفاح أنا على دربي درب على الرماح يا شمس المحال نغزلي أنا لحبيبي وحبيبي يا عصفورة بيضة لا بقى تسأل لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي حدا ولا يزعل حدا